Voor de mensen die rijden op een sportieve motor zijn speciale motorlaarzen ontwikkeld. Maar waarin zijn deze nou anders dan tourlet motorlaarzen bijvoorbeeld? Ik ben Mark van Motorclaimcenter TV en in deze video help ik je bij het uitzoeken van de juiste sportmotorlaars. Sportmotorlaarzen zijn er in verschillende prijskategorieën. We hebben eigenlijk sportlaarzen vanaf zo'n beetje 100 tot 150 euro. En deze laars die hier staat is 4.500 euro. Maar wat zit er nou eigenlijk allemaal tussen? Eigenlijk kun je ze in twee categorieën onderverdelen. We hebben de simpele overlaars, wat eigenlijk gewoon een normale motorlaars is, met een rits aan de zijkant waar je instapt en die je snel aantrekt en waarmee je snel kan rijden. Dit zijn laarzen die je vaak ziet voor straatgebruik. Een prima laars met extra protectie, meer zelfs dan op een tourlaars, en ook de externe protectie die je op de duurdere laarzen ziet. Het verschil met de duurdere tegenover de goedkopere sportmotorlaarzen is dat de duurdere sportmotorlaarzen vaak zijn voorzien van een interne schoen. Dat wil eigenlijk zeggen dat in de binnenkant van deze laars een extra schoen zit die ervoor zorgt dat je je voet beter kan forceren en dat de protectie echt helemaal op zijn plaats zit. Nou, de ene laars heeft een ingebouwde binnenschoen en deze heeft bijvoorbeeld een binnenschoen die volledig uitneembaar is. Op deze manier zien we dat er een enkel brace in zit, die ook in de goedkopere laarzen zit, maar dan zit hij aan de buitenkant. Maar bij deze zit hij in de schoen, waardoor je minder risico hebt dat je je voet gaat verdraaien als je met je motor onderuit gaat. Dus dit zorgt ervoor dat je deze beweging niet zo makkelijk kan maken, maar dat je wel tijdens het lopen voldoende vrijheid hebt om te kunnen bewegen. Om deze reden, het is een laars van 4.500 euro, dus je zou verwachten dat je helemaal vast erin zit. Maar om deze reden is deze laars echt heel soepel en voelt hij bijna aan als een pantoffel. Dus aan de ene kant, in het begin, als je wat meer goedkopere overlaars zal uitzoeken, zal die wat stugger zijn en voel je de protectie wat meer zitten. Maar hoe hoger je gaat in de prijsrange, hoe comfortabeler de protectie gaat aanvoelen. Als we de buitenkant van de laars bekijken, zien we eigenlijk wat de normale sportlaars ook heeft, een wat goedkopere. En er zijn een aantal dingen heel belangrijk. Sowieso is natuurlijk de hielprotector, de neusprotector en de enkelprotector belangrijk. Deze zorgt ervoor dat als je onderuit gaat, dat je, of als je ergens tegenaan rijdt, dat je goed beschermd bent en dat je minder risico hebt op verbrijzeling of het breken van botten. Daarnaast is het bij sportlaars eigenlijk altijd zo dat er wat meer kunststof op zit voor meer slijtvastheid. Zeker als je circuitrijder bent en je gaat met hoge snelheid onderuit, wil je natuurlijk dat die laars heel blijft en je voeten maximaal kan beschermen. We zien hier aan de achterkant veel kunststof, aan de bovenkant ook, op de scheenbeen kunststof. En herkenbaar voor sportlaarzen is de toeslijder, zoals we die noemen. Op een sportmotor heb je vaak een wat hogere hellingshoek dan op een tourmotor. En daarom bestaat het risico dat je tijdens het rijden met je laars het asfalt raakt. Als je dat met een tourlaars zou doen waar geen protector op zit, zit je zo door de laars heen, is die niet meer waterdicht. En als je op een gegeven moment bij je voet terechtkomt, word je daar ook natuurlijk ook niet vrolijk van. Het voordeel van een sportlaars is dat je dit langs de grond kan schaven als dat gebeurt en dat je deze kan vervangen en er een nieuwe op kan klikken zodat je laars ook lekker lang meegaat. Daarnaast zijn ze ook aan de binnenkant voorzien van vochtafvoerend materiaal wat ervoor zorgt dat je vocht snel weg kan en snel uit de schoen kan verdampen. Let er wel op dat sportlaarzen bijna nooit waterdicht zijn omdat ze ervan uitgaan dat je met deze laarzen op een sportmotor rijdt en die eigenlijk voornamelijk met mooi weer gebruikt. Wil je dus wel een waterdichte sportlaars, zul je goed moeten opletten dat het een sportlaars is die is voorzien van een waterdicht en ademend membraan. Andere belangrijke dingen zijn bijvoorbeeld de zool, sliders op de achterkant en dat de zool is gemaakt van een olie- en benzinebestendig materiaal, wat ervoor zorgt dat als je tijdens het rijden je voet aan de grond zet, dat je niet door kan slippen en dat je goede grip hebt met de motor. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorclaimcenter doet, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog. Ik ben Mark van Motorclaimcenter TV. Dank voor het kijken.